Daar aan je voeten. Huh? Wat is daarmee? Ja, kijk maar. Vogelpoten. Piep, ik heb vogelpoten! Sst, anders wordt je moeder wakker. Kom. Wiet Belle kijkt nog één keer naar zijn moeder. En dan schiet hij samen met Piep als een bliksemschicht de nacht in. De nachtegaal. Ziet het allemaal, ziet het allemaal. De nachtegaal, hij komt en gaat. Geeft goede raad, geeft goede raad. De nachtegaal, de nachtegaal. Ziet het allemaal, ziet het allemaal. De nachtegaal, de nachtegaal. Op zijn kop een sterrenkrans. Vogel, 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 daan. Op zijn kop een sterrenkrans. Vleugel, vleugel, vleugelkans. De nachtegaal ziet het allemaal, ziet het allemaal. De nachtegaal, hij komt en gaat. Geeft goede raad, geeft goede raad. De nachtegaal, de nachtegaal ziet het allemaal, ziet het allemaal. De nachtegaal, de kan Piep maar moeilijk volgen. Ja, alleen met vogelpootjes is het natuurlijk ook niet gemakkelijk vliegen. Ze vliegen al een uur. Het vogelbos, gekke naam. De volk met de zeven katten. Wat gebeurt er? Hij snapt er niet veel van. Zijn die katten gevaarlijk? Kan hij nog terug? En is Piep wel te vertrouwen? Zijn er nog andere kinderen in het vogelbos? Hij moet al zijn krachten verzamelen om Piep bij te houden. Kan hij niet wat trager? Here's your captain speaking. We vliegen momenteel op een hoogte van 5000 feet. Het zicht is goed, de koers gestaag. Trager, minder snel, niet zo vlug. Wat is er, al moe? Kunnen we niet even gaan zitten? Zitten, ja. Als ik een stoel had, dan zou ik je er een aanbieden, Wiet. Ik kan veel, maar zitten in de lucht is ook mij nog niet gelukt. Ja, maar ik kan niet meer. Spekmedijeren. Spekmedijeren? Ja, meer spekmedijeren eten, dat maakt je sterk. Leg er dan een. Wat? Een ei. Jij denkt zeker dat ik alles kan? Het is niet seizoen. In mij leggen alle vogels een ei. Maar mijn armen zijn zo moe. Oh, zie je al die lichtjes daar beneden? Dat is Parijs, de Eiffeltoren. Piep, ja. Ik kan niet meer. Gebouwd door meneer Eiffel in het jaar 18... Ja, ja, in het jaar 1889 door Gustave. Maar Piep, help Piep! Ineens werkt het niet meer. Hoe hij ook fladdert, Wiet is vleugellam. Hij valt. Help! Ah, verdoeme, die jeugd van tegenwoordig. Allemaal een grote mond, maar vliegen, Omar. Ik ga dood! Hebbes. Voor Wiet goed en wel door heeft wat er allemaal gebeurt, heeft Piep hem bij de kraag. Rustig, rustig. Ik wil niet dood, Piep. Je gaat ook niet dood. Alle begin is moeilijk. Zoals ik al zei, je doet het niet slecht voor een beginneling. Je laat me toch niet los? Natuurlijk laat ik je niet los. Waarom zou ik? Ik weet niet. Wat doen we nu? Maar ik heb spierpijn. Tja, ik wil naar huis. Wacht, ik weet wel iets.
Met Wiet nog in zijn pootjes begint Piep terug naar boven te vliegen. Ja, ze hebben behoorlijk wat hoogte verloren. Ik zal ons Gabriel eens roepen. Waar zou die zitten? Gabriel? 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 Rooie ster, mooie ster, overuit, overuit. Tis nog ver, tis nog ver. Fluitgeluid, fluitgeluid. Opeens wordt het licht, verblindend licht. Wiet, die houdt zijn hand boven zijn ogen, als een indiaan. Eerst ziet hij niets en Piep heeft hem nog altijd vast. Wat is dat? Hij kijkt opzij. Je hebt me geroepen, Piep. Vlak naast Piep en Wiet biggelt in een schone schijn de vallende ster. We zijn op weg naar het vogelbos. Sorry, we hebben niet veel tijd. Kan je ons een stukje brengen? Bon, vooruit dan maar. Meneer hier is moe. Het is zijn eerste keer vandaar. Wiet is blij dat hij vaste grond onder zijn pootjes voelt. Warme grond, sterrengrond. Piep komt naast hem zitten. Het vogelbos heen. Ja, jij verandert ook nooit, Piep. Hou je lief vast. Jip! Ik breng jullie tot aan de wolk met de zeven, katten. Vandaar zullen jullie zelf verder moeten vliegen. Ik kom er liever niet te dicht in. Prima. By the way, hoe is het met vrouwke? Ons Mieke, uitstekend, goed, En het werk? Druk, veel mensen tegenwoordig. Alles oké, Wiet? Ja, ja, ik ga even liggen. Rust maar even uit. Wiet heeft zijn oogjes al gesloten. Hij ziet en hoort niets meer. Maar hij slaapt niet. Hij denkt, ja, waar gaan ze naartoe? En hoe zou het met papa en mama zijn? Weten ze al dat hij weg is? Zoeken ze al?